Gisteren kon u op de Bijlokers zitten terecht voor Côté Jardin, een muzikale picknick in openlucht. Het is een manier, zegt muziekcentrum De Bijlokers, om mensen te laten proeven van het aanbod van het nieuwe seizoen. Wie dat wou, kan ook gratis het stand bezoeken en de verschillende zalen van het muziekcentrum. Muziek in open lucht onder een stralende hemel. Het lokt heel wat mensen naar de tuinen van de Bijlokersite. Côté Jardin, de muzikale picknick van het muziekcentrum De Bijloken, is aan zijn tweede editie toe. Mijn gevoel is dat de Bijlokersite bij de bewoners van Gent en omstreken nog altijd zeer weinig bekend is, alhoewel we 5 minuten van het centrum zitten. En dus dit soort van Côté Jardin is een ideale gelegenheid natuurlijk, omdat heel veel mensen de site ontdekken. Ze kunnen gratis stand bezoeken, ze kunnen ook de gebouwen bij ons bezoeken, waar niks in te doen is. Het is monument op die dag. Vandaag is het monument en de muziek speelt zich buitenaf. En die muziek is een staalkaart van wat de Bijloken het komende seizoen zal aanbieden. Zoals dit blazersensemble, I Solisti del Vento. Ze brengen muziek van Mozart. Wat vindt u van dit initiatief? Heel mooi. Heel aangenaam. Zondag voormiddag. Ik had een open kiosk verwacht, maar het is een zwart podium geworden. Heel leuk. Mooi dat we dat mogen meemaken in open lucht bij zo'n weer. Dus we gaan zeker terugkomen om het binnen ook te zien. Er staat niet alleen klassieke muziek op het programma. Er is ook jazz en Spaanse barokmuziek uit de 16e en 17e eeuw. Gebracht door Academia del Piacere. Mooie weer lokt niet alleen de echte muziekkenners naar de tuinen van de Bijloken. Sommigen komen gewoon voor de picknick en de sfeer. Het is hier heel gezellig. Net niet onder de boom, helaas, maar het is hier supergezellig zitten. En dat er wat klankjes op de achtergrond zijn, is mooi meegenomen.